Het aantal coronabesmettingen in Suriname is aan het dalen van de 335 testen die het afgelopen etmaal zijn afgenomen. Zijn 60 positief, terwijl 275 negatief zijn. Het aantal actieve cases is gedaald van 851 naar 805. Tijdens de COVID-19 persconferentie gisteren ging epidemioloog Rajes Ori in op de statistieken. Hij maakte een link tussen de besmettingen in Brazilië, Frans-Guyana en Suriname. Dit is de. Uh, the... Aantal cases per epidemiologische week van uh, Brazilië. Wat wij zien is dat in de uh, piek Brazilië 300.000 cases per week had. En je kan zeggen dat de epidemie is begonnen ongeveer bij week 15. De volgende slide, daar zien we dat van Frans-Guyana. In Frans-Guyana zien we dat zij in hun piek ongeveer 1400 positieve cases hadden per week. And that's in French Guiana. The, the outbreak is uh, between vanaf the vanaf week 20, we see it in Brazil. The following slide that is for Suriname. For Suriname, we see that in around peak, we één week 650 cases En and by is the begonnen in uh, week. 23. U ziet zelf, er is een. Van, vanaf Brazilië, want het was eerst begonnen in Brazilië, Frans-Guyana en naar Suriname. Dus die verschuiving ziet u duidelijk in enkele weken. Toen het aantal besmettingen in Brazilië steeg, begon ook Frans-Guyana een stijgende trend te vertonen. Hierna volgde Suriname, zegt de epi epidemioloog. Gaan we naar de volgende slide. Dan uh, wat wij hier zien is het aantal uh, testen die we hebben gedaan en. Uh, de positieve, dat zijn de uh, geel-bruine balken. Het aantal testen zijn de blauwe balken. U ziet dat naar gelang dat we meer hebben getest, Het po aantal positieve is toegenomen. Wat we zien in de laatste week zien de afname. Uh, we praten vaker over de R, is de reproduceerbaarheid, reproductivity. Wat we nu al merken, is dat het wel beneden de 1 is. Beneden de 1 wil zeggen dat elke case minder, dan een case minder dan een nieuwe case maakt. Wat aangeeft dat wij uh, eigenlijk richting, laten we voorzichtig zijn, een goede weg zijn. Dat het uh, is aan het afnemen. We zien ook dat we per dag minder positieve cases hebben. Epidemioloog Rajesh Ori gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie in de congreshal. Het aantal actieve cases in Suriname vertoont een dalende trend.